Hi, mijn naam is Hugo Bakker en mijn missie is om ondernemers te inspireren om 10% van hun tijd en geld weg te geven. Kijk, vaak ben je als ondernemer gefocust op omzet, meer winst. Maar ik geloof ook dat het belangrijk is om verder te kijken dan alleen je eigen bedrijf, je eigen ik. Om meer bij te kunnen dragen aan je omgeving, hoe klein of hoe groot die omgeving ook mag zijn. Als uiting daarvan beklim ik in september van dit jaar de hoogste berg van Afrika, namelijk de Kilimanjaro. Ik heb dat afgelopen jaar ook mogen doen voor een goed doel, voor Compassion. En dit jaar doe ik het voor een doel in Mali, waar een van zeg maar, mijn vrienden uit de gemeente naartoe gezonden is. En daar een centrum aan het bouwen is voor vrouwen die alleen achtergebleven zijn nadat hun man hun heeft verlaten. Nou, ik vind het zo mooi om iets te kunnen doen voor iemand anders. En omdat ik via internet behoorlijk veel mensen kan bereiken, heb ik bedacht van, hé, hoe kan ik nog meer bijdragen? En zo is die missie ontstaan om andere ondernemers ook te gaan inspireren om meer te geven. Nou, en als concreet uiting daarvan is, heb ik bedacht, ga ik niet alleen die berg op, maar ga ik ondernemers die ook meer willen geven, ga ik gewoon uitnodigen om met me mee te gaan. Dus samen gaan we die top beklimmen als uiting van meer willen geven. En als dat jou iets lijkt, het is niet voor iedereen. Het is alleen voor ondernemers die er ook echt voor gaan om meer te geven. Dus die ook echt een sponsoractie daaraan willen gaan koppelen. Ieder kan zo zijn eigen doel kiezen. De een heeft wat meer met Compassion, de ander misschien meer met Stichting ALS. De ander weer, weet je, er zijn zoveel goede doelen waar je affiniteit mee kunt hebben. Nou krijg ik de laatste tijd, omdat ik met dit verhaal naar buiten ga, vragen van, joh Hugo, vertel eens wat meer over die reis, want ik zit eraan te denken om mee te gaan. Nou, daarom ook deze video. Als je eraan denkt om mee te gaan, een paar hele praktische dingetjes. We gaan vliegen op 9 september en de reis duurt 10 dagen. Nou, hoe ziet dat eruit? Je komt aan op de 10e september, dan hebben we een dag acclimatiseren. Dan gaan we 5,5 dag omhoog en 1,5 dag naar beneden. En dan houden we nog 1 rustdag over waar we waarschijnlijk op safari gaan. We zijn er dan toch. De kosten. Je moet ongeveer denken aan 3000 euro. En helaas, deze trip zoals ik hem nu heb georganiseerd, is niet aftrekbaar. Dus het betekent gewoon je eigen investering. En nou ja, dat maakt ook dat je misschien denkt van, nou, is te veel en ik, weet je, ik kan het niet. Of, hé, ja, dit is gewoon echt supergoed haalbaar. Ik ga er even heel goed over nadenken en dan kom ik bij je terug. Nou, neem dan contact met me op. Hieronder zie je alle praktische gegevens. Ook mijn e-mailadres. En dan zou ik zeggen, stuur me een mailtje. Je kunt me ook bellen. Dat we eventjes sparren. We zijn op dit moment met een groepje van 5 of 6 mensen die definitief al meegaan. En je bent welkom. Waarom niet? Voorwaarde is dus alleen dat je echt een behoefte of een verlangen voelt om meer bij te kunnen dragen aan jouw omgeving. Hoe klein of hoe groot dan ook. Het gaat niet om mega bedragen die we dan verwachten dat je gaat geven. Nee, gewoon wat je kunt geven. Nou, als dit je aanspreekt, mail me, bel me, want ik kan me voorstellen dat je allerlei praktische vragen hebt over maar hoe moet dat dan met naar de wc gaan en met wassen en al die dingen. Nou, ik ben vorig jaar de Kilimanjaro opgegaan en ik dacht van wow, dit is luxe. Elke dag dat we aan het einde van de rit weer op het kamp kwamen, er stond de tent opgezet. Ze hadden onze tas gedragen. Ze hadden gekookt. Weet je, het was gewoon goed geregeld. En diezelfde mensen, diezelfde organisatie, heb ik nu weer ingehuurd om met ons mee te gaan. Nou, qua veiligheid. Diezelfde mensen die hadden elke dag, 's ochtends en 's avonds, deden ze een medische check met ons. Dus dan keken ze naar de zuurstofgehalte. Ze keken naar gewoon hoe je erbij zat. Naar allerlei verschijnselen van misschien hoogteziekte. En dan hadden ze wel weer een oplossing voor. Nou, iedereen van de groep van vorig jaar waar ik mee meegegaan ben, dat waren in de 20 mensen, heeft de top bereikt. Maar goed, het gaat natuurlijk niet vanzelf.
Dus als je het wat lijkt, wacht niet te lang, neem contact op. Want het vraagt natuurlijk ook wel wat voorbereiding, voorbereidingstijd, maar ook een stukje training om daadwerkelijk die top te kunnen gaan bereiken. Dus, lang verhaal, maar goed, dit was eventjes gewoon als informatie, als voorbereiding om erover na te kunnen denken. Neem contact op en nou goed, dan kunnen we kijken of het bij je past en of je mee wil gaan.